Welkom bij deze nieuwe video van de Roy Fotografie. In deze video ga ik iets vertellen over het samenvoegen van HDR-foto's in Adobe Lightroom. Als je dat wel eens gedaan hebt, dan is je ongetwijfeld opgevallen dat er een optie is om schimmen te verwijderen. En die lijkt soms wonderen te doen, maar in deze video ga ik heel even goed uitleggen dat je daar soms toch heel voorzichtig mee moet zijn. Ik neem je mee naar mijn scherm en heel veel plezier bij het bekijken van deze video. Je ziet hier een foto die ik enige tijd geleden gemaakt heb in Bali. En dit is de Ketcha Dance, zoals dat genoemd wordt. Nou, ik heb heel veel foto's gemaakt. Het wordt aan het einde van de middag gegeven rond zonsondergang. En dat betekent ook dat de hoeveelheid licht eigenlijk continu aan het afnemen is. En ja, dat heeft natuurlijk ook gevolgen dat je op een gegeven moment met hogere ISO-waarden moet gaan fotograferen. Ook deze is met ISO 4000 gemaakt. Enorm hoog natuurlijk. Nu ligt het heel erg aan je camera hoeveel ruis je daarbij krijgt. En het ligt er natuurlijk ook aan hoe ver je dan gaat inzoomen. Zolang je zo'n foto klein afdrukt, is dat eigenlijk helemaal niet zo'n hele grote ramp. Wil je er grote afdrukken van maken, dan wordt het wel problematisch. Nou, foto's zoals deze, die eigenlijk beeldvullend zijn met, nou, in dit geval de danseressen op de voorgrond en publiek op de achtergrond. Ja, dat zijn geen hele contrastrijke situaties, maar omdat de zon onderging, heb ik ook foto's gemaakt met de ondergaande zon op de achtergrond. Wat natuurlijk een heel mooi tafereel oplevert. Alleen, ja, dan heb je te maken met een enorm contrast en dat kan simpelweg geen enkele camera goed aan. Dus je ziet dat het publiek en de dansers die zijn zwaar onderbelicht en de lucht is eigenlijk zwaar overbelicht. Nou, die foto heb ik een HDR van gemaakt. Nou, ontzettend snel achter elkaar gemaakt. Maar deze foto zorgt in ieder geval voor details op de voorgrond. Deze foto zorgt voor details in de achtergrond en in de lucht. En hier ga je dan ook zien dat de ISO-waarde, ja, in dit geval was het 400, viel nog relatief mee. Dat ook te maken dat de camera deels de belichting op de lucht heeft uitgevoerd. Wat ik even wil laten zien in deze video is, als ik deze vier foto's ga samenvoegen met HDR, dan ga ik hier bovenin naar foto, foto samenvoegen HDR. En ja, waar deze video over gaat is eigenlijk het volgende, en dat gaat over het verwijderen van schimmen. Nu is dat iets wat je, als er geen bewegende elementen te zien zijn, kan je dat standaard op geen zetten. Dus dan is dat eigenlijk direct goed. Maar wat mij opviel bij deze foto, en dat is eigenlijk waar ik jou voor waarschuw als je hiermee aan de slag gaat. We hebben hier heel veel mensen. Iedereen beweegt natuurlijk. En hoe snel die foto's ook achter elkaar gemaakt zijn, er gaat ongetwijfeld verschil te zien zijn. En het kan ook heel goed zijn dat er opeens schimmen te zien zijn of mensen niet helemaal scherp zijn. Stel, je gaat schimmen verwijderen aanzetten en die zet je op normaal. Dat duurt heel even voordat de weergave dan getoond is. Maar iets wat ontzettend belangrijk is om op te letten, is waar gaat hij die schimmen uiteindelijk verwijderen en hoe ziet dat er vervolgens uit? Want het gaat lang niet altijd goed. Als je dit vinkje of dit hokje aanvinkt, dan laat hij precies zien waar die schimmen aan het verwijderen is. Nou, dat zijn eigenlijk de snelst bewegende dingen in dit geval. Vooral deze vaandels hier eigenlijk. Maar ook deze arm van deze persoon die een foto probeert te maken. En hier in het midden van iemand, van een danser die op de grond zit. Nu valt het hier nog niet heel erg op, maar als ik hem hier op hoog ga zetten, dan gaat hij sowieso nog meer schimmen proberen te verwijderen. En dan zul je ook zien dat als je hem gaat bedekken, om te kijken waar heeft hij dat dan weggehaald, dat dat gebied groter geworden is. Dus dat is eigenlijk het hele idee hierachter. Dus als ik deze nu hier aanzet, dan pakt hij dit hele rechte gedeelte eigenlijk. En ook deze twee grote vlakken, daar gaat hij schimmen verwijderen. En dan denk je misschien van, nou ja, als Lightroom daar schimmen ziet en hij heeft het verwijderd, dan is dat toch goed. Dus dan hoef ik daar niks meer aan te doen. Maar let even heel goed op. Bij deze foto, kijk eens wat hier rechts gebeurd is, waar hij schimmen verwijderd heeft. Er is opeens ontzettend veel ruis te zien. Dus het is heel pixelig geworden. Met name hier in de rechter onderhoek. Hier valt het eigenlijk niet eens op. Ik denk dat hier ook iets minder aanwezig is. Maar ook omdat het wat verder weg is en allemaal wat minder goed zichtbaar is, zal het ook minder snel opvallen dan de dingen die voorin zijn. Dus nu hebben we deze arm misschien wel helemaal
goed scherp erop, maar ja, het levert ontzettend veel ruis op. En in dat opzicht wordt de foto er zeker niet beter op. Als ik hem hier even op laag zet, blijf je vooral rechts onder in de hoek kijken, dan ga je zien dat opeens al die, ja, die pixel, die ruisvorming weer verdwijnt. En ja, dat is even de boodschap die ik wilde meegeven in deze video. Kijk, nu is het bijgewerkt en nu ben je die ruis opeens kwijt. Dus de boodschap van deze video is, zet het schimmerverwijder niet standaard op hoog. Ik hoor dat wel eens van mensen die dat altijd aan hebben staan en altijd op hoog ingesteld hebben met de gedachte van, dan haalt hij zoveel mogelijk schimmer eruit. Soms zijn de hoeveelheid schimmen die aanwezig zijn eigenlijk minimaal. Ook als je naar deze foto kijkt, er zijn heel veel bewegende mensen te zien, maar zie je hier nou echt schimmen ontstaan? Nou, eigenlijk met deze, met de stand op laag, zie je eigenlijk dat alles wel goed uitziet. Dus wat dat betreft hoef je hem ook hier niet hoger dan laag te zetten. Dus dat is goed en dat voorkomt natuurlijk ook gelijk de ruisvorming hier in die we net zagen hier in de rechter onderhoek. Dus kijk er goed naar, kijk heel goed waar welke delen die pakt om schimmen te verwijderen. En ook met name als je delen in je foto hebt met veel water, of water wat bijvoorbeeld glad wordt met een avondfoto, daar zie je het ook vaak fout gaan. Als je hem te hoog instelt, opeens zie je soms hele harde randen van water wat niet, waar geen schimmen verwijderd zijn, en water waar wel schimmen verwijderd zijn. Dus blijf er altijd goed op letten voordat je de foto gaat samenvoegen.